Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. In de afgelopen twee video's hebben wij een Volkswagen gedaan. Dat is Vach, daar houden jullie niet van. Nou, eigenlijk... Blijkbaar wel. Blijkbaar wel, die filmpjes sloeg heel erg goed aan. Dus ik wil graag in de beschrijving horen wat jullie nog meer willen zien. Maar vandaag, in dit filmpje, zoals jullie al hebben gezien aan de titel, hebben wij een rolbar voor de MX-5. Van Naomi. Coole. Een hele coole. Ja. Die gaan we nu met B-rolls erin doen, let op. En dan special muziek. Hij is matzwart. Shoutout naar Jurre. Met een gordelbeugel en zo. Gordelbeugel inderdaad, alles erop en eraan. Ja. Dik shit. Komt uit Polen. Shoutout naar Jurre en naar Full Car Tuning voor het regelen van deze rolbar. Ja. Hij staat niet op de site. Ik denk wel dat als jullie interesse in hebben, dan kun je gewoon mailen naar Jurre. Ja. Of naar Full Car Tuning. Ik denk dat hij vanzelf al bij Jurre belandt. En dan kunnen jullie hem ook kopen. Dus wij gaan... Oh, trouwens. De MX-5 is gespoten. Ja. Nou, ik heb echt mijn auto een weekje moeten missen. Maar het is super cool geworden. Hier was echt een heel stuk van mijn lak was losgelaten. Blijkbaar, toen ik hem gepoetst, zag ik al zeg maar, hier een soort lijn in zitten. Hè. Dus hij was al een keer gespoten. Maar nu is hij weer opnieuw gespoten. Super mooi geworden. Bij Verberg. Zit naast mijn werk. Zou dat nog Verberg? Ja, dat is nog Verberg. En mijn bumper. Ik weet niet of jullie het in de vorige video's ooit hebben gezien, maar mijn lak liet gewoon los. Het waren allemaal witte vlekken en het zag er gewoon niet uit. Dus die heb ik ook laten spuiten. Super mooi geworden. Want door mijn kentekenplaat was dit helemaal ingedeukt. En het ziet er nu sowieso een stuk mooier uit. En ik weet niet. Laat even weten of ik embleemloos moet gaan rijden of met embleem. Met de Miata logo. En ja, dat was het. Ik wil wel in de toekomst misschien meer gaan laten spuiten, want het is niet al te best vlak. Maar voor vandaag gaan we de rolbar doen. Goed. Ja, nou, we beginnen met het dak eraf halen, denk ik. Ja. Ja, dat sowieso. Het dak eraf halen. We hebben in de vorige, wanneer was het? Toen maar de elektrische achterklep. Ja. Toen hebben we de stoelen eruit gehaald, die plaat eruit gehaald, die bekleding eruit gehaald. Dus we voelen eigenlijk dat we het ergens moeten laten zien. Maar we voelen ook dat het dan waarschijnlijk een hele lange video wordt. Ja, ga maar gewoon naar de vorige video. Oh, we gaan maar naar de vorige video. We hangen wel een GoPro op en in de tussentijd dat we in de timelapse, ja. Ja, kunnen we het laten zien. Maar niet te gedetailleerd. Niet gedetailleerd, maar goed, ik denk dat zodra je een rolbar gaat monteren, dan kun je ook wel je stoel eruit halen en zo. Dus dan ben je eventueel wel technisch. Ja. Maar goed, wij gaan de GoPro ophangen. Jullie zien het in de timelapse en dan zien wij jullie zo. Nou, we hebben, zoals jullie net hebben gezien in de timelapse, zijn we weer op hetzelfde punt als bij de achterklep. En dan is dus volgens mij, wat ik begrijp, is de bedoeling dat de rolbar dus hier tegenaan komt. En volgens mij hierop. Ik weet het niet meer. Ik heb vroeger in het verleden wel zo'n ding gemonteerd. En dan, volgens mij komt die hier. Ik weet niet meer zeker of we dit moeten wegslijpen, maar daar kunnen we achter komen. Oh. We gaan eerst eventjes uitpakken. Even de rolbar uitpakken. Ja, kom zo terug. Oké, we hebben de rolbar uitgepakt. We gaan het even testen. Oké, kijk. Hij staat er nu zo goed als in. Kijken. Hier. Ik weet niet. Oh ja, heel goed. Hier zit je gordel. Bij mij zit echt super mooi nog een plastic iets omheen. Ik weet niet wat het is. Maar daar moet die aan vast. Aan je gordelding. En dan hier. Maar die gaten moeten we zelf maken.
Dan daar moeten we de gaten ook zelf maken. Dus we gaan even dit isolatiesmateriaal weghalen. En alle bekabeling, want het zit in de weg. Hier zit ook die kabel in de weg. En aan de andere kant moet je even laten zien. Ja, is goed. Aan mijn kant eigenlijk precies hetzelfde. Hij is een beetje gebogen bij shipping, denk ik. Want zoals jullie zien, komt deze hoek niet echt helemaal overeen. Want deze die moet inderdaad naar achter. Dus, maar dat is geen probleem, want dat is niks wat een hamer niet kan oplossen. Daarom. Sowieso. En dat zie je niet. Dus als de lak eraf is, doen we even spuitbusjes. Komt uit Polen. Komt uit Polen. Ja. Modifications, net zoals jouw ding. Mijn Russische flares, ja. Ja, en we moeten even de kabelboompjes moeten we hier even. Oh, ik val aan. We moeten hier even wegwerken. Of we nou binnen langs gaan of buiten langs. Moeten ik denk we even kijken. We vanaf buiten eraf moeten. Kijk, want zoals deze staat er onder spanning. Is dit onze kabel? Nee. Oh, dat is van de achteruitrekkamer. Ja. Okay. Gaan we weer even uittillen? Ja. Ja. We gaan de kabels aan de kant leggen en dan gaan we even laten zien hoe we die. En we hebben ook nog materiaal erbij gekregen. Dus die gaan we ook even uitpakken. Want ik weet niet waar wat moet. Dus dat ja. Ook even pakken. Goeie. Goeie. Yo, Poolse titanium buiten of? Nee. Ben niet. Nou, het ziet er niet uit als titanium. Nee, absoluut niet. Maar dat is het. Wel beefy mounting plates. Ja. Allemaal boutje moertjes, dus we moeten er aan de achterkant bij zien te komen. Ja, je moet er verboren. Volgens mij gingen ze hier doorheen. Dus waar moeten we je auto opkrikken en dan zit hij hier, in je wielkuip zit hij. Oh. Dat, dat weet ik nog van jullie maar als auto. Kan je niet hier je hand in steken? Nee, volgens mij ging die echt naar buiten door. Oké. Maar we gaan het zien. We gaan in jouw auto boren. Wow, ik zie echt iets heel diks op de camera. Wauw. De Subi. Oké, gaan we deze even recht buigen? Ja. Gaan we hiermee beginnen? Ja, denk ik wel. Oké. Wat is het idee hierachter? We doen even de GoPro aan, want dit wordt ook even denkwerk voor ons. Is het mooi? Yo! Oké. Hij zit erin. Kijk! Legit? Ik moet even de b-rolls maken van de fitment en zo. We hadden net ook al mijn dak dicht gedaan. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Kijk hoe gaaf. Die polen zijn niet gek. Nee. Het zit echt mooi. Ongelooflijk. Best wel beefy ook, denk ik. Ja, makkelijk op zitten. Sowieso. Als die vast zit, ga ik erop zitten. Ja. Het zit ook echt super mooi vast. Want dan gaan ze direct denk ik even mijn auto opkrikken. Dat we vanaf de wielkuip naar binnen hier achter die gaten gaan maken. Ja. Aan de andere kant ook. Hier ook. En hier zit hij bij de. Bij de gordelgat en hieronder met drie dingen. Dus ik denk dat het wel mooi zit. Holy shit, ik ben hyped. Ik ook. Dit is echt dik. Maar ik ben beter dat het in mat zwart is. Ja. Dit is wel. Gewoon clean. Wacht, ik ga even van achter kijken. Jo? Ja? Oh, ik moet echt alleen nog een. Even je wielen. Ja, mijn andere wielen moeten eronder. Dit ziet er echt niet uit. Echt niet uit. Tot nu? En we hebben ook nog iets anders, maar dat houden we nog geheim. Shh, mensen die dit kijken denken, hoe halen ze al dat geld? Waar halen ze al dat geld vandaan? Niet. Wat je niet hebt, kunnen we ook niet uitgeven. Dit is sad. Oh, ja. De rest van de maand leven we op droog brood en noedels, bakjes noedels, good noedels. Dit zijn sponsored by good noedels. Echt hè? Heerlijk. Ben jullie. Oké. Het plan is dus nu, gaan we de gordelbout gaan we aandraaien, zodat die echt helemaal naar achter zit. En dan gaan we de boutgaten daar aftekenen en daar aftekenen. En dan gaan we gaatje poren. Ja, tot nu toe.
best wel een easy mod eigenlijk. Ja, hoe laat is het? 10 voor 11. Nou, dat schiet best wel. Ja. Nou, voor hetzelfde geld kunnen we dan ook gewoon nog die bumper vastzetten. Ja, nee. Ik weet het niet. Nou, en een rekje maken? Ja, we zijn er nog niet, hè? Nee, dat is waar. We moeten nog niet jinxen. Nog niet jinxen, inderdaad. Oké. Okay. Oké, okay. Okay, we hebben even een update tijd dingetje. Ja. We zijn een uur verder, denk ik wel. We waren even wat gefrustreerder. Want ja, de Polen hadden heel mooi werk gedaan. Alleen het paste toch net niet. Dus, maar goed, het maakt niet uit. We hadden struggle met deze bout hier. Die ging er gewoon niet in. Deze wel. Die wel. En we waren van alles aan het proberen. En we raakten een beetje gefrustreerd. Maar we hebben uiteindelijk het gewonnen natuurlijk. We hebben hem hier een beetje uitgehoond met de dremel. En toen ging die ploep erin. Ja. Nou, toen zat hij er eindelijk in. Toen was het van ja, hoe komen we eigenlijk bij die achterste bouten? Het bleek dus dat je dus dit deel dus veel verder door moet slijpen. Ja. Dus nou, dat hebben we dus nu gedaan. En dan boren we hem nu door. Ja. Naomi heeft daar de boormachine. Ik hoop dat ze erbij kunnen. Ja, dus waarschijnlijk moet de softtop die moet omhoog. En dan zien jullie hier zien twee zwarte puntjes. Daar boren we dan door. En dan op de onderkant een plaatje erop. Schroef, schroef, schroef. Vast. Weet je wat echt ellende zou zijn? Als je dus nu doorboort en dan boor je hem zo in je band. Band, oh! Psst! Doe je dan. Ja. Kut. Dus voor de vier gaan we weer het film even oppakken. We gaan dus twee gaatjes boren. Dan gaan we de rolbar weer monteren. Ja, volgens mij, je komt never nooit bij mijn band. Never nooit. Geen idee. Oké. Ga je boren? Ja hoor. Ja, ga boren. Nou, terwijl Naomi dus de gaatjes aan het boren is, is het dus de bedoeling dat je dus deze aan de onderkant doet. Zodat hij dus twee dikke plaatjes heeft, dus aan de bovenkant van de rolbar zelf. En deze, zodat hij veel oppervlakte heeft, zodat hij veel kan steunen. En dan weet je zeker dat als hij omvalt, dat hij niet alleen steunt op deze skinny boutjes. Tweede gaatje. Lekker dan. Ik ben bang voor mijn vingers. Shot, veel. Lekker dan. Oh, je loopt ook echt prachtig. Even kijken, je moet je wiel eraf halen. Want de bouten waar je, of de gaten waar je net hebt geboord zitten in je chassisbalk. Chassisbalk. En die loopt hier. En blijkbaar heeft een MX-5 een wielkuip. Achter. Geen idee. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik hem zie. Maar die moet je dus even weghalen. En dan zit hieronder zitten je bouwgaten. Oké. Lekker zitten? Ja, komen we zo weer terug. Oké. Laatste keer. Haha, ik zo. Naomi, wat heb je eigenlijk aangepast? Ik heb deze even afgeslepen. Kijk, oh ja. Een stukje. Klein stukje. Zodat hij er zo mooi op past. Zeg je? Zo gaat hij eruit komen te zien. Lekker miljarden. En in het winter ook, want dan wil ik deze. Wacht even inzoomen. Ja? Oh ja, wat? Weet je dat het nu kan? Want? Full Cartooning verkoopt NK's. Ja. Ja, NK's kun je nu kopen. Heb je hem nou nog vast? Nee. NK kun je kopen bij Full Cartooning. Link. Link staat beneden. Kijk, het lijkt net alsof ik nu je voorhoofd krap. Heb je hem vast? Ja. Nou, het is weer tijd voor een update. Oh, kunnen we lekker glimlachen. De rolbar, die zit vast. Was wel malle. Ja. Stevig. Dus van onder naar boven zit hij vast. Dus dat is goed. Ja. We moeten nu alleen nog degene in de. Wat is dit? De B-stijl of zo.
Hier. Ik weet niet hoe het bij cabrio zit. Hier moeten we hem nog vastboren. Dus eigenlijk is het hetzelfde principe. Hier gaatjes boren en dan vanuit de wielkuip. Die kun je dan hier heel mooi zien. Volgens mij of daar. Dat is volgens mij daar. En dan klaar. Gewicht op één kant. Noem je me nou dik? Ja. Comment down below, ben ik dik? Ja? Oké. Okay. Oh. Hij zit vast. Oké, de robber zit eigenlijk vast. Hij is echt... muur vast, zoals je moet zitten. We hebben nu ook deze vastgemaakt, deze drie. Die twee, en daar die twee, en daar die drie, die daar. En gewoon goed vast. Niet overdraaien, maar goed vast. En nu gaan we die kappen die hier komen, gaan we vastzetten. En we gaan kijken wat we met de gordel kunnen. Want dit is echt, helemaal kut eigenlijk. Ja, zo kan je het wel noemen. Ja. Oké, deze kap die moet er ook op. Alleen die moet ook aangepast worden natuurlijk. We doen het mooi bij de olie. Nee, het wordt beter. Thumbnail. Bij de remreiniger. Oh, remreiniger, dat is nog beter. Even kijken, wat staat hier? No open flames. En wat staan wij te doen? Wijs man zei ooit, vaak ben je te bang. Vaak ben je te bang, dat is zeker. Oké, kantjes eraf. Moest ik scheenpapier? Met deze, dat is zonde. Ja. Gaan we eerst testen. Eerst testen. Nou, we zijn weer een half uur verder na die plaat. We hadden even niet gefilmd, want we wilden even weten hoe het met de gordel ging. Want daar zaten we eigenlijk een beetje tegenaan te struggelen. Want zoals jullie zien, moet hier eigenlijk de gordel. Zo'n driehoekje wat daar zit, ja. Deze. En officieel hoort hij zeg maar zo te zitten, maar dan deze aan de buitenkant. Ja. Maar dat gaat niet, want als je hem wil vastmaken, dan moet hij boven je gordelmechanisme spanner zitten. Dus, maar dat past niet, want dan zit in de weg. Dus wat we nu gewoon doen, is dit. Het is gewoon letterlijk, het gaat soepel. Dus in de toekomst ooit nog wel een mooie 3-punt gordel, 4-punt gordel. Ja. Ja, voor nu, het is misschien niet helemaal de manier. Nee. Maar goed, dat ding, of deze steun, die, het is ook niet voor stevigheid of zo. Het is gewoon dat je gordel makkelijk op en neer gaat, inderdaad. En dat doet deze bar ook. En ik denk dat deze bar nog steviger zit als de gordelspanner zelf. Alleen ja, het is niet helemaal de bedoeling. Nee, ik denk dat dit we kunnen we er niet afhalen. Nee, dat gaat niet. Dus voor nu laten we hem heel even zo, want hij is in ieder geval stevig, want onderin kan hij gewoon nog wel vast natuurlijk. Maar we gaan even wat research over doen, over waarom, wat we nou eigenlijk fout doen. Maar we gaan dit sowieso wel een keer in de toekomst gaan we dit fixen, want dit is... Want we hadden ook nog een idee om zeg maar deze andersom te monteren, dus zeg maar zo. Ja, maar dat ging ook niet. Nou, maar dat klemde, toen klemde die. Ja. Ja, dus het is gewoon een hoop gestruggle en aangezien het nu 2:30 is en we niet heel lang meer hebben, hebben we nog aardig wat moeten doen. En we moeten de bumper ook nog vastzetten. En de bumper moet ook nog vast. Maar op zich, ik weet hoe die los ging, dus dat gaat makkelijker dan los. Want ik zweer het je, die voorbumper krijg je niet zomaar los. Alles bij zo'n MX-5 zit los.
honderden boutjes zit dat bumper vast. Niet ik normaal. Zweer het je. Niet normaal. Kijk. Okay, dus we gaan weer verder. We gaan, oh, wat gaan we nu doen trouwens? We deze gaan nu kap? Deze kappen even bijsnijden. Bewerken. Bewerken. Want er zit natuurlijk deze stang zit daar. Dus we gaan heel mooi zo een rondje maken. Precies bij deze lijntjes, dat die doorloopt. En dan komt hij er als het ware komt hij eruit ja. zetten. En dan, komt uit, de, ja. uit het plastic. Dus we gaan echt stukje voor stukje weghalen. Want ik wil echt niet te veel weghalen. Nee. Het liefst ook dat hij er precies tegenaan komt. Ja. Duidelijk. Dus we gaan ook geen vierkant maken. Nee. Mooi rondje. Ja. Nou, we gaan jullie weer voor de zoveelste keer op een tripod zetten. Ja. Of op een GoPro. Tripod is mooier. Tripod. It is. Zo, nou, terwijl Naomi aan de overkant, naar de overkant loopt, want ze gaat even de remeltjes pakken voor die kap. Dan ga ik weer de wielkap monteren. Ik wist helemaal nooit dat een wielkap in een MX-5 zat eigenlijk. Ik zit er nu naar te kijken. Ik dacht, nou ja, inderdaad, want we waren aan het boren. En ik denk, waar komen die gaten eigenlijk uit? Ik had echt een flauw idee. Weer wat geleerd, blijkbaar weer. Bim. Zo, nou, we doen even ons laatste updateje. Het Naomi, hoe laat is het? Even kijken. 5:30. 5:30. Waar waren we gestopt met filmen? We waren gestopt met filmen toen we het trapje daar in die hoek deden. En vanaf daar gingen we over op de GoPro. Ja. En ja, we hebben de stoelen erin gedaan. De kapjes. We kwamen eigenlijk een beetje in tijdsnood. Dus vandaar dat we niet echt meer de camera op hebben gepakt. Maar het was ook niet veel interessant. Het was niet heel interessant. Maar goed, we hebben nu eindelijk de auto weer buiten staan. Zonder dak. Het ziet er zo gaaf uit. Ben je blij? Ja. Het is echt het is super gaaf. Alleen nog even een matje op maat snijden. Maar dan ga ik even de buurvrouw de naaisteur vragen. Ja, hier gaan we ook wat op verzinnen. We hebben al contact opgenomen met Jurre van Full Car Tuning. En we hebben hier al wat ervoor verzonnen. Die kan trouwens. Hij had een andere soort rolbar. Die kunnen we ook wel even zo in het scherm doen. Zo, let op zo. Bliep. Ja, wat en dan zie je ook dat die, zeg maar, deze stang die loopt langs. Beneden, ja. Deze loopt hier ervoor. Dus wij konden niet. Hij is wat breder, ja. Ja. Ik hoop dat jullie ook ons kunnen horen vanwege de wind. Ja, denk ik wel. Denk het wel. Ik denk dat we nog even een paar zieke b-rolls gaan maken. Het is nu ook mooi schemerig, dus het is wel mooi. Het is wel roze lucht ook. Roze lucht, ja, ik vind het dik. Perfect. Moest er nog wat zeggen? Wat vond je van de install? Op zich, de rolbar zelf was echt super easy, laat ik het zo zeggen. Maar gewoon alles eromheen, die kapjes wat net niet mooi is of net niet paste. Maar het valt niet op. De gordels moeten dan wel even doen daarentegen, maar bij de rest... Gordels doen we in de volgende video wel. Ja. Als je hem koopt, neem de tijd. En het mooiste is een werkplaats binnen of zo, waar je ook niet tijd afhankelijk bent. Op een gegeven moment raakten we redelijk gefrustreerd vanwege de kappen. Ja. En de tijdsnood eigenlijk. Ook omdat we de bumper vast moeten zetten. Maar goed, het is allemaal gelukt. Ja. En dan denk ik dat wij jullie weer in de volgende video zien. Yes. Oké, dan. Bye bye. Bye.